En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter, om het gitter, allerheugend heer. Want de ludie kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Wat vindt u ervan als het verplicht zou worden om een mondkapje te moeten dragen in Nederland? Geen goed idee. Wel in drukke ruimtes, want daar zie je ook dat daar het weer oplaait, de corona. Maar niet in open ruimtes, want dan stoot je de mensen ook weer meer af, denk ik. Ja, maar het is om ergens naartoe te gaan. En, ja. Dat is ook zo, maar het gaat wel om de corona, denk ik dan. Want net als in België, in Frankrijk, overal moet je al een mondkapje op, is al verplicht. In Rotterdam heb je straten waar het verplicht is. Ik denk als je dan een mondkapje draagt, dat je misschien jezelf veiliger voelt tegenover de andere mensen. Want de afstand is de moeilijkheid om die te bewaren. Ja, maar je kunt zelf ook de drukke ruimtes mijden, hè? Ja, dat kan. Maar dus met een mondkapje zegt u van nee. Ja, alleen in drukke ruimtes. Ja, ja. Maar zo op zo'n markt? Nou, hier is het niet overdreven druk. Nee. Niet te vergelijken met de Albert Cuyp in Amsterdam. Kijk, daar vind ik het iets anders. En in de supermarkt? Nou, als je genoeg afstand houdt, vind ik het ook niet nodig. Maar u zou zeggen, alleen bijvoorbeeld in de supermarkt zou ik nog wel kunnen begrijpen dat er moet gebeuren. Jawel, wel begrijpen, ja. Nou, ik vind het niet erg. Het scheelt al licht in besmettingen. En als je thuis bent, kunnen het af en toe. Gaat er niet zoveel last van. Voel je jezelf daardoor veiliger? Als je mondkapje draagt? Ja, ik denk mensen die besmet zijn, dan blijft het toch in haar eigen mondkapje hangen. Denk ik, tenminste het meeste. Ja, maar als je ziet dat iedereen een mondkapje, voel je jezelf dan ook veiliger daardoor? Dat je denkt van, het is coronatijd, ik moet afstand houden en mijn mondkapje herinnert zich daaraan. Nou, ik denk dat het toch wel veiliger is, ja. Ja, ja. Dus je zou er ook gebruik van maken? Ja, ik zou het wel opdoen als het moet. Ja. En doe je dat nu al? Nou, in Duitsland zijn we geweest en dan moet het allemaal op in de winkels, dat is geen probleem. Iedereen doet het en buiten doet het maar af. Maar in Duitsland doe je hem wel op in de winkel? Ja. En doe je dat in Holland ook? Nee, precies. Omdat het dan verplicht is, doe je hem dus wel op. Maar hier doe ik het niet, want niemand heeft. Maar als het verplicht zou worden, dan heb ik ook geen moeite mee. Maar. Nee, maar daardoor zou je je veiliger voelen, ook hier in de supermarkt. Eigenlijk. Ja, misschien wel. Snap je wat ik bedoel? Want in Duitsland doe je hem wel op? Ja, het is gewoon omdat het moet. Ja. Oké. Okay. Ja, maar dat is dan ook wel te controleren natuurlijk. Als iedereen met een mondkapje oploopt, dan is het wel zo dat, dat doe je automatisch mee. Maar je voelt je niet prettig om het in Holland te doen, omdat niemand het heeft? Nou, het voelt wel prettig. Het voelt wel prettig om het te doen. Als je nou hier op de markt kijkt, je komt bij zo'n klerenwinkel, zeggen wij altijd. En dan staan daar 8, 9, 10 vrouwen staan daar te babbelen en te praten met elkaar op nog geen halve meter afstand. Dan denk ik van een mondkapje is toch eigenlijk wel een beetje een noodzaak, want niemand gaat op een anderhalve meter meer lopen. Dat zien we hier ook. Nee, toch? Dat klopt. En toch doet het zelf ook niet. Nee, ik doe het zelf niet, nee. Omdat er nog geen verplichting is. Maar als er een verplichting zou zijn, zou ik een grote voorstander zijn. En je herinnert er ook aan van, we hebben coronatijd, we houden automatisch dan meer afstand, ja, denk want ik. Het is een beetje aan het verslonsen, hè, de coronatijd. De regels zijn aan het verslonsen, omdat het te lang duurt. En ik denk dat we volgend jaar nog wel met hetzelfde probleem zitten. Ja. Ik vind wel dat het uniform moet zijn. Dus allemaal wel of allemaal niet. En niet daar wel en daar niet, maar allemaal conform hetzelfde. Maar als u het kapje opdoet, vindt u dan, voelt u zich dan een beetje veiliger? Of? Nou, kijk, ik kan me wel veilig voelen, maar of het veilig is, is natuurlijk dan de vraag. Want dat kan ik niet beoordelen. Hè? Nee, maar ik denk als je een mondkapje op hebt en je komt mensen tegen, dan denk je, oh, er is coronatijd. Je herinnert je misschien er wel aan. Ja. Het geeft wel duidelijk iets weer. Hè? Je kunt ook met een bord lopen, ik heb corona of ik heb geen corona. Maar een mondkapje is wel inherent aan corona. En vanavond zijn er dus weer nieuwe wettelijke regelingen komen, hoorde ik. Ja. Dus
Wat, u zou het nou wel... Nou ja, je kunt allerlei wettelijke regelingen bedenken, maar nood breekt wet. Dus je moet natuurlijk aanpassen aan de situatie. Als het nodig is, moeten ze het absoluut doen. Ik bedoel, wij zijn op leeftijd en al die andere mensen die het een beetje in de weg gooit, zitten wij voor binnen en dan worden wij opgehopt. En zo moeten ze het zien. Maar zou u zich daar wel een beetje veiliger voor doorvoelen? Ja, ik denk het wel. Want als wij wat krijgen, hè, ik ben hartpatiënt en een longpatiënt, en het gebeurt met ons. Dus, u bent er dus wel voor dat het zou kunnen komen, dat er wettelijk verplicht wordt om een mondkapje te dragen? Ja. Ik wel, ik ben er helemaal voor. Dus dan doet u ook mee? Dan doe ik ook mee. Ik heb het heel benauwd, dacht ik. Want ik moet in Duitsland komen, waar ga ik in Duitsland, want ik woon op de grens. Dan moet je ook een mondkapje doen, maar dan ben ik blij als ik weer de winkel uit kan in de auto zitten, dat ik het er weer af kan. Ja. Dus. Maar als u hier naar de winkel gaat, doet u dan ook het mondkapje op? Als het moet wel, ja. Ja, maar als het niet moet, want in Duitsland moet het, dat doet u het wel op. Ja. Maar hier moet het niet, doet u het hier dan ook op? Nu nog niet, maar als het verplicht wordt wel. Ik bedoel, ik pas me overal aan. Als er iets is, dan plas ik me gewoon aan en... zo hoort het ook. Ja, want je voelt je er wel veiliger door als je een mondkapje op hebt, zegt u. Ja. Dus, ik weet het ook niet. Nou, hopelijk komt het zover dan. Oké. Okay. Dat we toch onze zaal maar veiliger over aanvoelen. Ja. Ja? Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Doei.